Vandaag gaan wij een ondergrondse versus bovengrondse gamingroom bouwen. En wij de taak om een flink gat te graven, want het rat heeft net bepaald dat ik een ondergrondse gamingroom moet bouwen. En ik moet dus een bovengrondse gamingroom bouwen. De regels zijn heel simpel. Hij moet gewoon boven de grond. En uiteindelijk gaat een willekeurige abonnee mij zoeken terwijl ik in een ondergrondse gamebunker ben verstopt. Ik ben een uur verder en dit is tot nu toe het resultaat. Het kost even wat tijd om zo'n heel gat uit te graven, maar als er daar geen gaming room in zit, dan zit er een gaming room in. En besef dat ik dan letterlijk onder de grond kan gamen. Het slaat eigenlijk nergens op, maar het is wel vet. Ik ben goed op weg, maar hier is het staal of zo in één keer. Er zit maar één ding op. Let's go! Ik sta hier momenteel bij de boomstammenfabriek, of hoe je het ook wil noemen. Deze heb ik al gepakt en hier heb ik er 4 van nodig. Mijn idee is dus om deze boomstammen recht op te zetten en daar mijn huisje op te maken, waar de gamingroom in komt. Ik heb pas 1 boomstam op maat gezaagd en ik denk dat dit een hele mooie hoogte is. Natuurlijk heb ik niet alleen boomstammen nodig, want al dit hout heb ik ook nog nodig. Nu zeg ik 2 keer nodig, dat is onnodig. Het frame van de onderkant is klaar. En nu kan ik de boomstammen rechtop gaan zetten en vast gaan kijken waar ik kom te staan. Wat een klote werk. Wie verzint het om dit onder de grond te doen? Recht ermee. Ik hoor jullie al denken. Rick, waarom heb je geen graafmachine geregeld? Hij past niet in de tuin. De tweede reden is, we zijn blut. En heb ik geen geld meer over. Zoals jullie zien, we hebben ongeveer 1 meter gehad. Ik heb het idee aan jullie nog helemaal niet uitgelegd, maar... Mijn plan is dus eigenlijk als volgt. Ik wil dus een box in dit gat gaan zetten. En dan kom ik daar hier aan. Kan ik hier naar binnen in de ondergrondse bunker. Lekker game. Ik ga deze boomstammen nu eerst eens op zo'n plaats zetten. Deze ga ik niet kunnen tillen. Oh. Zal ik eens doen? Ja, doe maar. Ik krijg niets van de grond af. Het platform gaat de lucht in. Ik hoop dat het gaat lukken, maar ik heb wel Rick zijn hulp nodig. Dus dit wordt wel al heel ziek, ja. Als het valt, dan ben ik weg. Deze balken kunnen dadelijk weg, dus... Rick! Jonge, jonge. Wat is dat hier, man? Ik ben weer lekker gedoucht en zoals jullie zien heb ik een shirt aan en hier staat abonneren op. Ik heb speciaal dit shirt gekocht voor dit shot. Je wil niet weten hoe de hoeveelste schep dit al is voor mij. Volgens mij heb ik echt al 5000 keer dit gedaan, terwijl het voor jullie misschien net 2 minuten is. Het is alweer bijna het einde van de dag en ik denk dat ik bijna op niveau zit. Besef ook hoe groot de bult zand hier ligt. Ja, ik kom ook deel terug en elke keer wordt die bult maar steeds groter. Ik zit hier dus nu al voor 9 uur te graven en als jullie ook maar even 1 seconde op die abonneerknop willen drukken, zou ik heel blij worden. Maar we willen echt in de toekomst echt een permanente dikke bunker maken waar we echt goed in kunnen slapen, een kantoor in kunnen bouwen. Ja jongens, soms gaat het ook mis. Het kan niet altijd goed gaan. De balk is helemaal door midden, die is los. Omdat het net fout ging, hebben we even palen als ondersteuning gedaan met klemmetjes vastgezet. En dan kan ik nu de boomstammen eronder zetten. Jongens, als ik een raar gezicht trek en ik dit aan het doen ben... Poging 2 is wel gelukt en ik wil niet dat die nog een keer omvalt. Dus ik ga hier even van zo'n schuine balkjes inzetten. En dan staat hij een heel stuk steviger en dan valt hij als het goed is niet meer om. Het frame is nu echt ziek stevig. Zo, kan je kan erop. Maar jullie zien deze dingen nog uitsteken, die ga ik nu afzagen. Is de volgende dag en het gat is klaar. Gisteravond heb ik het gat helemaal gereed gemaakt, maar ik heb natuurlijk een box nodig die hierin past. Dus wat heb ik nodig? Een box. Waarvan moet ik die maken? Van hout. Heb ik hout? Nee, nog niet. Ga ik die nu halen? Ja. Ik ga beginnen met de onderste plank. Hieromheen ga ik eerst allemaal verschillende balken toevoegen, zodat het goed stevig wordt. Het is tijd om het eerste deel erin te takelen. En dit is altijd een heel spannend moment. Oh, oh jongens, dit komt niet goed. Jep, wat moet ik doen? Nee! Maar joh, dit heb ik echt goed uitgeraafd. Besef dat ik hier dadelijk op kan liggen en hierop kan gamen. Ik ga de inrichting ook echt super vet maken.
Ik moet natuurlijk wel op het platform kunnen staan, vandaar de planken. Ik ben eigenlijk zo benieuwd hoe dit eruit uitziet als het huisje er nog op komt. En natuurlijk mijn hele gaming setup erin gaan zetten. En ik kan jullie wel zeggen dat dat niet zomaar een gaming setup is. Als het regent, zouden we eventueel ook nog gewoon hieronder kunnen chillen. Oh, gast! Gast! Nee, we kunnen hieronder misschien wel een zwembad maken. Oh, dat is serieus een goeie. Deze balk hebben we nodig voor het frame van het hutje. Hiermee ga ik dus 4 verschillende zijkanten maken die ik daarna op kan knallen. Zo gaan de frames van de zijkant dus uitzien. En hier heb ik er 4 van nodig. Kom met de eerste band. 1, 2, 3. Het eerste deel ziet er al best dik uit. Net zoals je Jesper. Maar nu ga ik de andere wanden ook toevoegen. Dus laten we dat gaan doen. Ook al is het al de derde bunker die we op dit kanaal gemaakt hebben. Het blijft gewoon satisfying dat er een dikke kist onder de grond zit en dat ik er daar in kan zitten. Ik kan geen kant meer op. En dat is ook wel nodig, want het moet niet instorten, want dan zit ik onder de grond en dan ga ik dood. En dan is dit het einde van de video, net zoals ik doe. Voor de zekerheid heb ik hier ook nog balkjes toegevoegd voor de ondersteuning. En dan is het nu tijd om die plaat erop te leggen. Oh my gosh. Oh, oh, wacht. Nee, wacht. Keer pas. Ik zit hier nog in het donker. Ik kom er niet meer uit! Laat me uit! Oh, dit vind ik echt niet leuk. Ik zie alleen maar zwart. Ik zie helemaal niks. Ik ga echt helemaal gek. Zoals jullie net hebben gezien, is het wel verstandig om een luikje hierin te maken, zodat ik er wel uit kan. De 1, 2, 3 en de 4 zijdes zijn klaar. En nu kan ik al meteen naar boven om de zijdes erop te zetten. Het staat verkeerd. Ik dacht al, wat is dat voor gat hier? Nu ik zo zit te kijken, wordt het ding echt nog veel groter dan ik had gedacht. Maar ja, beter te groot dan te klein, hè? Oh. Moet er dan muren op? Ja. Ga ik die muren er nu opzetten? Ja! En deze plank komt dan hier zo tegen aan. De onderste drie delen zitten. En dit zijn de bovenste planken met een inham voor de raam. In principe zou ik er nu dus al in kunnen. Maar dan wacht ik even mee totdat het zand er helemaal op is en het luikje erin zit. De box zit er nu volledig in. En nu is het eigenlijk tijd voor de leukste deel, vind ik. Dat is namelijk alles volgooien met zand. Daar gaat de allereerste schep. Het is de volgende dag en ik sta momenteel op het huisje. Ik heb gisteravond nog de hele avond doorgewerkt aan het dak. En nu ga ik verder met het afwerken van de buitenkant van het huisje. Laat ik gaan beginnen met het trappetje en een mooie veranda. En besef, ik vind het gewoon echt op een huis aan het lijken, maar het moet gewoon een gaming room worden. Met deze latjes ga ik dus een soort van raamkozijn maken. Zo, en dan ziet het huisje er al meteen een stuk huiselijker uit. Dan is het nu een kwestie van vastschroeven. Glas op maat snijden, folie eraf halen en het raam erin plaatsen. Het is de volgende dag en zoals jullie zien eigenlijk helemaal niks, zit de bunker nu onder de grond. Dat is logisch, want het is een bunker. Dus het is tijd om er nu voor de eerste keer echt in te gaan. Ik weet oprecht niet meer waar de ingang is. Volgens mij was het hier ergens. Ja. Right. Ik ga er nu voor de eerste keer in. Daar ga je dan. Dit is best eng. Ik denk dat het nu echt helemaal donker is buiten. Zo ziet het er dus van binnen uit. Wow, ik zie echt helemaal niks. En nu is het eigenlijk meteen tijd om hem helemaal in te richten als gaming room. Het eerste belangrijke wat erin moet komen is natuurlijk een trapje. En voortaan schoentjes uit, want het mag niet meer vies worden. Je hebt natuurlijk een bureau nodig. Oké, we zijn er. Het dak heb ik natuurlijk ook even waterdicht gemaakt. En het mooie is dat ik de bomen bij Rick ook nog gewoon vanaf hier helemaal kan zien. Heel mooi. De laatste tijd zijn de inbrekers echt heel erg actiever in de buurt. Ja, ik vertrouw er niks van. Dus ik moet even een hele goede deur gaan maken met een goed slot erop. De deur zit erin en dan is het huisje vanaf de buitenkant nu helemaal klaar. Dus nu kan ik aan de binnenkant gaan beginnen en dan ga ik als eerste tapijt leggen. Dit is het tapijt wat ik speciaal voor de gaming room gekocht heb. Gast, doe normaal! Nu het tapijt erin ligt, ben ik hier niemand meer met voeten naar binnen. Ik ben het huisnummer vergeten. En dan is het nu tijd om van het huisje een gaming room te bouwen.
Het tafeltje zit nu eindelijk helemaal vast. En nu is het tijd om de gamer room om te toveren tot gamer room. Technisch gezien is er nog geen gamer room. Als eerste hebben we een gaming PC en een widescreen ultra HD beeldscherm. Een PlayStation 8. Gaan die porno. Oh. Besef eigenlijk hoe dik je setup ik onder kan bouwen. En wat natuurlijk ook niet mag ontbreken bij een gaming room is een goede surround sound system. Wat wil jij? Kijk eens aan jongens, dit is de setup. Ik heb hier zeker stroom gefixt. Hij doet het niet. Oké, nou de echte test gaat hij doen. En ik heb hier gewoon een gaming room. Ik heb hier nog twee speakers, een PlayStation die ik nog moet aansluiten en een PC. Ik heb hier internet. Ik heb letterlijk een internetkabel 100 meter lang geregeld. Ik kan dan echt alles. Mijn gaming setup moet natuurlijk wel op een bureau kunnen staan. Dus ik heb deze plank even mooi in hammetjes ingezaagd. En het past als het goed is precies tegen de muur aan. Het past heel mooi. Het past heel mooi. Shit. Tenen. Heel mooi. Hier is beeldscherm 1, 2 en 3. En het past precies. Zonder PC kan ik natuurlijk niet gamen. Dus hier heb ik een computer. Speakers, statieven voor de speakers, TV. Ik heb ook nog lichten toegevoegd. Maar voordat ik die aan ga zetten, heb ik nog één ziek ding wat er nog bij hoort. Ik wil natuurlijk ook in mijn gaming studio goed kunnen zitten. Deze stoel komt goed van pas. De bunker is nu nog een beetje kaal. En ik kan er nog niet goed lekker in chillen. Dit gaat nooit passen. Oh, gek. Holy shit. Je kan hier niet slapen als ik wil. Dit is een luik. En dit is een plant. Oh, that's nice. Ik had het niet eens gezien. Want planten mag je nooit vergeten. Nou, die staat daar mooi. Dit is dat hier mooi. En natuurlijk mogen er geen ledlampen ontbreken. Dit is echt een sicke gaming room, vind ik. Check hoe chill dit is. Ik heb helemaal niet het idee dat we onder de grond zitten. Ik gooi nog wat laatste kussentjes erin. En daarmee is mijn gaming room nu klaar. Hij heeft een gamecomputer, een PlayStation 4, een widescreen monitor. Hij heeft alles en dat onder de grond. En dan het moment waar jullie allemaal op gewacht hebben, is dat de lichten nu uitgaan. Zo, en dan gaan de ledlampen nu aan. Boom, de lampen staan aan. Dit holy ziet er nou echt wel heel mooi uit, vind ik zelf hoor. Ik heb mijn dikke gaming PC hier neergezet met 3 schermen. Ik heb zelfs een tv toegevoegd. En de ledlampjes mogen natuurlijk niet ontbreken. Laat weten welke gaming room jullie het liefst in de tuin zouden willen hebben. En laat ook weten of ik dit als permanente kamer moet houden. We hebben hier een willekeurige abonnee die Rick zo gaat zoeken. En jouw naam is? Tim. Vergeet zeker niet te abonneren en wie weet kun jij ook wel een keer meedoen. Jesper heeft net nog alles goed mooi gemaakt dat het niet opvalt. Hoop ik, zand erover, alles. 3, 2, 1, ga maar! Oh, daar gaat hij. Die platen zien er wel verdacht uit, hè? Een gaming room. Van de bomen. Kijk uit als het niet valt. Nee. Nee? Ja. Rek je nu een foto sturen? Eerste hint. Kijk of je het dan daar gaat vinden. Dit is de foto. Wat zie je? Ja. Jij denkt hier. Ja. Hallo? Zo, hoppa. Nee. A few moments later. Een hint? Gebruik deze maar. Ja, gebruik deze? Ik ga gewoon slapen hier. Het zou wel een goeie zijn. Voel je iets? Ja. Zit die zin hier? Oh! Ik was helemaal onderschat. Jongens, vergeet niet te abonneren en tot de volgende keer. Doei!